Henrico, de 66e minuut. NAC staat met 2-0 voor. Geen veldje aan de lucht. En dan 3 minuten later is het in één keer 2-2. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Op dat moment helemaal weggespeeld door Dordrecht, denk ik. Ja, ik weet mijn god niet hoe het kan, maar we laten elkaar gewoon stikken. We denken, nou, het balletje valt nog wel een keer goed. Dan maken we de 3-0. Ook hoe we met de kans omspringen, is gewoon te makkelijk voor zo'n wedstrijd. Ja, dan geven we... Ja, in 3 minuten wordt het 2-2. Het is schandalig dat zo gebeurt. Ja, onbegrijpelijk ook, hè? Want NAC heeft die punten zo hard nodig. Het zijn dure punten. Ja, tuurlijk. Je moet 3 punten pakken. Ja, simpel zat. Je moet van Dordrecht winnen. Als je wat wil, dat doe je nou niet. En nu werken we nog verder in de nesten, denk ik. Je kan zo'n belangrijke slag slaan op de ranglijst dit weekend eventueel. Ja, dat doe je dan niet. En, ja, die 15e plaats, die was in zicht. Ja, daarom. Dan speel je verdomme 2-0 voorsprong tegen Dordrecht. Schandaal. Wat is het gevoel? Is dat teleurstelling? Is dat schaamte? Is dat woede? Ja, woede, schaamte. Ja. Ik denk dat de goede woorden zijn om het te omschrijven. Maar... Ja, je moet verder. Maar... Het is wel een aardige knal inderdaad. Omdat je met elkaar op de goede weg was en kun je toch zien dat je nog niet zo ver bent als we met z'n allen dachten. Ging NAC er een beetje te makkelijk over denken na die eerste helft, want toen kreeg NAC kans na kans en had het eigenlijk misschien wel 5-1 in het voordeel van NAC moeten staan. Ja, als je in deze situatie er te makkelijk over gaat denken, dan moet je NAC... Maar zo leek het wel, hè? Hakballetjes en een beetje hotair gedrag. Ja, dat is het probleem. Het was ook zo op een gegeven moment. Je moet die kansen af gaan maken. En, als je dat niet doet, op een gegeven moment doordat die tikt aardig. En we laten elkaar stikken. We zijn op een gegeven moment 2 blokken van 5. Aanvallers willen, terwijl Dordrecht een aanval is, dan moet je met elkaar even terugzakken en in ieder geval elkaar helpen in zo'n wedstrijd. Maar ik kan al een uur lullen, maar het is gewoon niet goed wat we hebben laten zien.